is niet deze video. Hallo lieve mensen, wat leuk dat je weer kijkt. Zeggen we eigenlijk alleen gedacht tegen lieve mensen? Want er zijn duidelijk ook andere mensen die kijken. Hallo mensen. Oké, hallo mensen, wat jij wil. Tot zover. Je hebt deze video waarschijnlijk aangeklikt omdat je snel eventjes wil weten wat voor huisdier we precies hebben genomen. En dat gaan we ook onthullen. Maar... ik ga de slang even halen. Nee, ik wilde even deze kans aangrijpen om een boodschap kwijt te kunnen. Hey! Grappies natuurlijk. Maar we wilden wel eventjes echt een serieus punt maken over het adopteren van kinderen. Kinderen? Koop geen kinderen bij fokkers! Al die mensen die maar kinderen kopen. Over het adopteren van dieren. Als je overweegt een huisdier te nemen, of het nou een kat is of een hond, maar ook konijnen of cavia's. Kijk alsjeblieft eerst eventjes bij het asiel. Want er zitten allemaal hele lieve beestjes te wachten op een nieuw baasje. Ja, want waarom waarom zouden wij niet zelf overwegen om een dier bij een fokker te kopen? Nou, vooral omdat die vliegtuigen maken, denk ik. Er zijn natuurlijk absoluut goede fokkers die goed met hun beestjes omgaan. En dat is natuurlijk uiteindelijk het belangrijkste. Maar ik ben van mening dat er zijn volgens mij al echt genoeg beesten op deze wereld die nog geen huis hebben. Laten we eerst die allemaal een huis geven. En daarna mogen we wel weer verder kijken. Ja. Aan de andere kant heb je ook de zogeheten broodfokkers. Bakkers, ook wel genoemd. En het is soms niet heel makkelijk te achterhalen of je echt met een goede fokker te maken hebt of met een broodfokker. Een broodfokker is iemand die dieren houdt echt puur om heel veel geld mee te verdienen. Die heeft heel veel verschillende nestjes in hele kleine ruimtes. Wordt niet altijd even goed voor die beestjes gezorgd. En het is gewoon echt een soort van fabriekswerk eigenlijk om die dieren maar... te laten baren. Die krijgen ook niet genoeg ruimte om te herstellen. Of genoeg tijd om te herstellen. En genoeg ruimte. En dat is gewoon een soort van lopende bandwerk. Wat gewoon heel erg zielig is. En ja, dat gebeurt nog steeds. En ook in Nederland, helaas. Het is wel handig als je een meer granentekkel zoekt. Uiteindelijk wil je wat mij betreft gewoon een lief en leuk beest. Wat echt je buddy wordt. Dus ja. My buddy is ready. En dat gaat onze nieuwe poes, onze derde poes, hopelijk worden. Dit is Linda. Ja, ik kom zo nog terug op waarom deze naam. En dit is onze derde poes naast Bowie en Furby. Dit was eigenlijk echt compleet ongepland. Want Max zei altijd dat hij twee katten wel genoeg vond. Dus ik durfde er niet over te beginnen. Want ja, weet je, als het aan mij lag, dan hadden we volgende week 26 katten. Tot we twee weken terug op zaterdag het erover hadden. En ik merkte dat Max er toch wel een beetje nog voor open stond. I fucked up. Dus ja, geef mij één vinger en binnen 24 uur had ik een kat uitgekozen. Nou, hoe gaat dat nou? Ik ga eerst op de website ikzoekbaas.nl kijken. Dat is de verzamelplek voor alle beesten die in asiel zitten in Nederland. Dus honden, katten, konijnen, cavia's. Vervolgens ben ik naar verhuisdieren.nl gegaan. Dit is de plek waar je je eigen dier kan aanbieden als je daar niet meer voor kan zorgen om de een of andere reden. Vanwege allergie of verhuizing of whatever. Om te voorkomen dat ze in een asiel terechtkomen. Dus precies. Om dat voor te zijn. Ja, dus dan gaat het beestje echt van baasje naar baasje direct. Veel beter voor ze, dus verhuisdieren.nl. Shout out. Yes. Hier hebben wij ook Furby en Bowie van geadopteerd vorig jaar. Dat ging even mis, maar de meeste beesten zijn wel leuk. Ah, Furby. Ook keek ik op Marktplaats. Ik was lekker bezig. En hoewel daar vooral beestjes zitten die aangeboden worden door fokkers, zijn er ook dieren tussen die gewoon een nieuw huis zoeken vanuit een eigenaar zelf. Net als bij verhuisdieren, zeg maar. En tweedehands auto's. Maar toen kwam ik een advertentie tegen van een fokker die haar fokpoes wilde doorverkopen aan een andere fokker. En toen dacht ik, daar ga ik een stokje voor steken. Hold up! Tussen het zien van de advertentie en het daadwerkelijk ophalen van Linda zat zo'n goede 2 uur. Dat was wellicht een beetje impulsief van ons. Beetje overhaast. Waarom dat belangrijk is, is dat Linda is namelijk een Scottish Fold. Een rasechte Scottish Fold. Dat is allemaal heel schattig en het is een prachtig beest, vonden wij ook. Maar eigenlijk door de haast waarmee we dit allemaal gedaan hebben, de impulsiviteit die erachter zat, gingen we daarna pas ons inlezen in het ras. En
We wisten wel dat er wat issues met een Scottish Fold waren, maar eigenlijk pas toen we ons erin gingen verdiepen, kwamen we erachter hoe erg dat echt is. En hoe ziek die dieren eigenlijk zijn. Want het is echt letterlijk een ziekte, meer dan dat het een ras is. Ja. Daar hebben we ons niet goed in ingelezen en dat is echt heel stom van ons ook. Daar zijn we echt impulsief geweest. Wat niet weet, niet betekent dat we iets anders gedaan hadden. Nee, want alsnog ben ik blij dat zij dus nu precies niet doorgefokt wordt. Ja. Of doorgaat fokken, nog meer kindjes gaat maken. Omdat wij uiteraard haar gaan steriliseren, heel snel. Dat, inderdaad. En nou ja, en de ernst van hoe ziek die beesten zijn is ons eigenlijk nu pas duidelijk geworden. Dus wij hebben nu een kat in huis gehaald die waarschijnlijk niet oud gaat worden. Ze hebben last van artritis. Even terug. Ernst van de ziekte is zo. Die oortjes, die super schattig zijn, dat is wat het ras definieert. Alleen die oortjes krijg je alleen als je een kaakbeenziekte hebt. Afwijking, ja. Afwijking. En dat betekent dat die beesten altijd, dus nooit niet, er zijn geen gezonde Scottish Folds, altijd ook kraakbeenaandoeningen in de rest van hun lijf krijgen. En dat is eigenlijk gewoon artritis. En dat kan van heel extreem tot mild zijn. Het is net wat voor geluk je hebt. Maar ze krijgen het altijd, ze worden altijd ziek, ze krijgen altijd pijn. Ja. Linda zal dus geen 12 worden. En nogmaals, ze hebben altijd pijn dus. Ja. Maar katten laten dat over het algemeen niet echt zien als ze pijn hebben. Dus weten we dat niet. En dus gaan we vrolijk door met fokken. Nou, niet wij, maar... Mm-hmm. We hebben dus nu een kat in huis gehaald waar we nu al gek op zijn. Want het is een prachtig beest, super lief. Het is in principe een Britse korthaar met een ziekte. Dat is een Scottish Fold. Dus neem een Britse korthaar als je zo'n beest wil. Dat is veel beter. Die zijn wel gezond. Volgens mij. Ja, voor zover we weten. Als het goed is wel, het is gewoon een normale ras. Maar Linda gaat dus niet oud worden. Nee. Die is nu al ziek en we moeten gaan kijken wanneer we echt kunnen merken wanneer ze pijn heeft. En wij ook voor haar op een gegeven moment een beslissing moeten nemen dat het genoeg geweest is. En dat zal veel vroeger zijn dan dat je zal willen. En dat zal niet op 14 jaar zijn, eerder op 6, 7, 8. En dat zijn allemaal dingen en leten dat we onszelf ook op de hals gehaald hebben. Dat we nooit hadden gedaan als we ons goed hadden ingelezen. Ja, en wederom volgens mij gewoon waarom dit ras helemaal afgeschaft moet worden en verboden moet worden. Nee. Dat is al in bepaalde landen, maar in Nederland volgens mij nog niet. Nee. Frankrijk en Duitsland zijn ze al verboden. Ja, maar goed, op een gegeven moment hebben mensen als Taylor Swift en Ed Sheeran ook een Scottish Fold. Ed Sheeran? Is dat een soort clownversie van die zanger? Ed Sheeran. En dan denkt iedereen natuurlijk, oh, schattig beestjes. En dan gaat iedereen een Scottish Fold vragen en dan gaat de vraag omhoog. En dan hebben we een heel land met zielige katjes. En ik wil dat niet en vandaar dat we ook dat heel duidelijk wilden maken in deze video. Ja. Neem geen Scottish Fold, ga er niet mee fokken. Wederom, wij zouden hopen dat Linda de laatste was van de bloedlijn. Dat gaat niet gebeuren, ben ik bang. Er zijn er nog meer. Maar je zal haar dus ook niet veel bij ons zien. Nee, want we willen gewoon op geen enkele manier ervoor zorgen dat de vraag naar Scottish Fold groter wordt of toeneemt inderdaad. Ze is gewoon te schattig en we willen dat niet promoten. Nee. Nou, dan tenslotte nog heel even het verhaal over waarom deze kat in godsnaam Linda heet. Het zit zo. Ze had eigenlijk niet echt de naam van de fokker. Sowieso had die volgens mij helemaal geen warme band met haar. Ze had überhaupt niet eens afscheid genomen van Linda. Dus we dachten, hier is ruimte voor een nieuwe naam. Het beest wist duidelijk, de namen die ze kreeg, die wist niet hoe ze heet. Nee. Dus wij lieten de foto zien die op de marktplaatsadvertentie stond aan het broertje van Max, Alex. En dat is nogal een debiele foto. Maar die kregen we vervolgens terug met de volgende tekst erop. En ja, toen moest de kat wel Linda heten. Het kon niet anders. We willen het niet, maar het moest maar. Ja. Dus, welkom Linda. Stop! Welkom Linda en nogmaals, adopteer een dier. Adopt, don't shop. En vooral geen Scottish Fold. Kattenmand. Ja. Bedankt voor het kijken. Doei! Oh ja, heb je nog vragen? Laat het me trouwens eventjes weten. Ik ga mijn best doen om het allemaal te beantwoorden in de comments. Yay!